De rebel van de Bunnickside. De rebel van de Bunnickside. Laten we beginnen. De rebel van de Bunnickside. Nou, vriend. Nou, Mike heeft me even ingehuurd om deze leuke middag een beetje jongens te gaan vragen over oude verhalen. Wat er vroeger allemaal op de Bunnickside gebeurde. Nou, ik zal een beetje introductie geven. Vroeger op de Bunnickside. Ja, weet je, het ging om humor en af en toe een relletje erbij, dat was leuk. Maar het kan ook iemands hele leven veranderen. Ik heb een keer een geintje gemaakt met een pamfletje. Nou, het heeft een bar gekost alles, maar ja, dat is de humor, hè. Nou, hier hebben we de eerste. Het is de maker van het boek. Eén van de makers. Eén van de makers. Nou, ik weet dat Mikey een hoop materiaal al die jaren verzameld heeft voor van de FC. Maar ook de zieke dingen. Hij heeft me wel eens een dvd'tje of een cd'tje gegeven met foto's van mij erop. Dat ik me kapot schrok. Hè. Ik denk, nou, zo kort was ik, weet je, dat ik was het. Maar je was wel goed aan het feesten, of niet? Ik was altijd goed aan het feesten. Altijd. En wat mij altijd blijft herinneren is dat Schapie altijd de man van de liedjes was. Oh ja, ja, ja. Hij was ja, ja. Nooit chagrijnig. Dus mooie herinneringen. En in het boek hebben we die mooie herinneringen vastgelegd. En daar ben ik heel trots op dat hij mee heeft gewerkt aan het boek. Waarvaat, dit is het meisje wat hem op het rechte pad heeft gebracht. Ja? Dus de laatste tijd zien ze me wat minder, maar ik ben op zonder wandelen. Ja? Oké. Okay. Nou, we komen hier aan. En ik zou vertellen, er staan gelijk drie beste bij elkaar. Nou jongens, ik moet een beetje de jongens interviewen voor mij. Weet je wel, een leuk filmpje daarna. Maar luister, we komen niet voor het voetbal, Geesink. Jos, ik had zo wat te melden. Joshi. Weet je waar wij komen? Misschien zien we de jongens die hier nu komen, zien we helemaal misschien nooit meer zien. En luister, daar heb ik ook heel erg over na te denken. Van de Vernee-Werven. Ik mis een hoop jongens die er niet meer zijn. Ja. Dan heb ik het over een Pukkie en Ricky Mieris, mag er een heleboel opnoemen, weet je wel. En ik denk ook bij mezelf van, ja, je hebt ook de Bunnickside, maar de Bunnickside was vroeger, snap je? Die kameraads, weet je, en die jongens van de oude, dat vind ik ook. Ik kom last dat ook weinig meer, weet je wel. Maar ik begrijp wat je bedoelt, Jos. Ha, vriend, kijk, luister, ik zeg je, Ad, ik was een van de ziekmakers, maar hier hebben we de tweede. Kijk, van hem hou ik. Ha, vriend. Hoe is het nou? Nou, ik denk dat we een hele reportage over kunnen maken, maar dit is dan een van degenen waarom we konden lachen. Zieke dingen verzinnen, zieke dingen organiseren. Nou, heb jij nog leuke anekdotes vervolgd? Luister, jou kan ik even de microfoon even kwijt. Wat wil je allemaal horen, Adje? Zeg het eens. Ja. Mooie smeuïge anekdotes. Ja, zo ziek mogelijk. Zo ziek mogelijk. Lekker van die vieze, dat we de dag ervoor er al weggingen, overal gingen stelen. Wat wil je horen? Vechten of alleen maar leuke dingen? Liever leuke dingen, hè? Dat ik met die rode achter Feyenoorders aan zat, hier in Utrecht. Dat we vroegen van, waar woon je? Zei die de Dorpsstraat? Die heen hier in Utrecht. Bam, dat ging niet. Ha, vriend. Ik mag een beetje mensen interviewen. Ja, is het zo? En je staat toevallig bij mijn grote vriend, dus. Jullie hebben leuke anekdotes van vroeger ook. Weet jij nog wat leuks te vertellen? Die pamfletten die jij vroeger altijd uitdeelde. Of kunnen we daar niet over praten? Ja, tuurlijk wel. Het heeft mijn leven verpest, maar. Ik ken nog wel meer anekdotes, maar ik denk niet dat we dit voor de camera moeten doen. Nou, vandaag mag ze anders, dat mag niet. Nee. Schaap, ik krijg je spijt van. Klopt. Ja, beter van niet. Roland, heb jij nog leuke dingen te vertellen? Op jou. Ja, hoef je ik weet niet hoe lang dat programma gaat duren. Nee. Ik heb veel problemen gehad door jou oorspronkelijk bij ons aan het werk te krijgen. En ik zeg heel eerlijk, ik heb er geen dag spijt van gehad. Nee. Want, er is gewoon een hele leuke band uit ontstaan. En daar ben ik tot op de dag van vandaag heel blij mee. Ja, ik was in die tijd ook blij mee. Nou, Ad, ik denk dat we nu eventjes gewoon even rust moeten nemen, want ik heb dorst. Ja? Oké. Okay. Nou, Ad, daar zijn we weer. Het volgende rondje met oude bekenden. Hier hebben we Theo'tje. Nou, ik weet, Theo heeft gekke dingen meegemaakt. Ik ben een keer in de, bij het Nederlands helftal, weet je nog, in de Kuip tegen Engeland. Was het twee hindernissen overwinnen om binnen te komen. En het eerste hindernis was supposed te krijgen een bonk. En het tweede is buiten de stadion omhoog klimmen. Klopt. Nederlands helden hebben veel dingen meegemaakt. Utrecht was altijd aanwezig, hè? 88, 92. Ja. Al die interlands. Totdat je dat
zou maar zeggen, dat Canada als publiek kreeg. Ja. De overhand, toen hadden we eigenlijk helemaal niet meer zo'n zin. Maar we waren altijd wel goed aanwezig. Ja, absoluut. Met Nederlands elftal. Je hebt er ook boven 50 trouwens, Kees ook, oude hooligan. Ja. Kees, hè? Jij was nooit zo van het hooliganisme? Nee, nooit, want ik was er altijd. Je was allemaal altijd voor de drank en de vrouwen, hè? Nee, drank en vrouwen waren ook belangrijk. Hier! Kijk, hier hebben we nog een slachtoffer te pakken. Ad. Hey. Hey. Ad vriend. Nou, Ad, die heeft ook een uitgesproken mening. En ook al die jaren toch wel aanwezig geweest. Intelligent, maar ook een boef. En jij nog leuke verhalen van vroeger? Of weet je nog leuke verhalen van vroeger? Ja. Ben ik zijdewaard? Weet ik niet. Ik heb een heel leuk verhaal, denk ik wel, bij NEC uit. Toen was ik in dienst bij Utrecht. En dat was mooi, dat gingen onze toenmalige materiaalverzorger. Die had de uitshirtjes meegenomen. Dat waren die groene. Maar NEC speelde ook in groen. En die wilde absoluut niet in een uitshirt gaan spelen. Dus hij had gewoon het verkeerde meegenomen. Toen ben ik met die breuk het uitvak ingegaan, of het vak van de Bunnikseiders ingegaan. En dan zijn we gaan vragen voor de thuisshirts die ze aan hadden, of wij die mochten hebben. Nou, die hebben ze meegenomen, hebben ze met tape hebben ze de rugnummers erop gemaakt. De scheidsrechter ging akkoord. En dat ging helemaal goed natuurlijk. Dat was ook een typisch Utrecht spelers samen supporters. Maar later kreeg ik van spelers te horen van, Ad, ik weet niet van wie je dat shirt hebt gehad, maar dat stonk. Dat stonk. Ja? Echt waar. En dat was echt bizar. Maar dat was wel leuk. En dat was echt ook iets. Nou, dit boek ook natuurlijk. Bunnikseiders. FC Utrecht kan niet. De spelersgroep kan niet zonder de Bunnikseiders. En de Bunnikseiders niet zonder spelers. En, Even. Was jou. Die moeten we even hebben. Oh ja, ja. Die hooligan. Ad, hij is de enige vrouwelijke hooligan. Maar deze zit achter die shirtjes, weet je, met die neuzen trekken en zo. No one likes us, we don't care. No one likes us, we don't care. Oh, jij loopt ook een tijdje mee? Zo. Dan moet jij eens een leuk verhaal vervoeren. Eentje maar? Ja, eentje. Je mag wel meer vertellen, maar dan geef ik je microfoon. Ja, ik vind eigenlijk het leukste aan alles de saamhorigheid. Gewoon het samen zijn. Dus wat er ook gebeurde, dat we altijd voor elkaar opkwamen en voor, naast en achter elkaar stonden. Of we nou de trein uitgetrapt werden, of erin geslagen. We waren gewoon altijd, en we zijn nog steeds een groep. Toch? Even de grondleggers, ook met voetballen, met de sportsvereniging Derrick en Benny. Nou, we zijn hier op een avond vol historie eigenlijk. Ja, ja. En ik wil jou ook even zeggen, je doet voor mij een keer. Ik heb veel meegemaakt natuurlijk in al die jaren. En ik heb ze met alle drie net ook persoonlijk bedankt. Ik heb ze een compliment gegeven over hetgeen wat ze hebben gedaan. Ja. Veel mensen zullen afschuw hebben gehad van die tijden, hè? Zullen ons vervloekt hebben. Maar in hun verhaal lees je het ware verhaal. En ze doen ook verder geen waardeoordeel. Ze hebben heel veel tijd ingestoken. Dus ook op deze wijze, mannen, een heel groot compliment voor wat jullie gepresteerd hebben. Ja, maar jij hebt toch jarenlang toch ook een beetje de orde proberen, hè? Met je SV. Werd je niet af en toe ziek van ons? Nou, soms de orde, maar soms ook bij intimie bekend de niet-orde. Daar zal ik ook niet omheen draaien. Dan speelde ik mooi weer bij de autoriteiten of bij besturen. Maar dan wist ik zelf al wat er moest gebeuren. En op een gegeven moment ben je uit het juiste hout gesneden om zeg maar ook met de harde kern om te willen en kunnen gaan. En ja, heel eerlijk gezegd, daar lag toch meer mijn hart. Ondanks het feit dat ik absoluut wist dat sommige dingen die ik heb gedaan, die ik ondergronds als voorzitter heb georganiseerd, ja, dat was niet goed, maar ik deed het toch en ik heb nergens spijt van overigens. Hoor. Nou Ad, hey, dan gaan we naar de man die het eerste boek heb gekregen, haar vriend. Ah, broodje zwarmer. Broodje zwarmer, hè? Yeah. Ik ben het lekkerste broodje zwarmer van Nederland. Hè? Ja, die lag niet weg. Hoe is die ouwe? Beetje trots. Beetje trots, ja, maar ik had het ook. Ja, ik had het. En helemaal toen hoorde dat. Ik had het niet opgericht. Dat jij. Je verdient hem ook. Ja. Maar ik zei dan net tegen Mike, ik had dat van de week gezegd, ga ik hem niet besteld. Ja. Lekker twee. Ah, dat maakt niet uit. Ik kan er altijd iemand blij mee maken, je weet toch? Huh? Ja, ik kreeg ze weggeven. Ja, ja. Maar. Jij loopt al zo lang met voetballen. Wat zijn jouw mooiste momenten geweest? Op het veld of daarbuiten? Nee, gewoon daarbuiten.
ik denk dat de kameraadschap, hè? Ook. En als je dan eens even, wat ik een hoogtepunt vond, was Frankfurt uit. Frankfurt uit. Ja. Er worden nu nog mensen in Duitsland gillend wakker als we de naam niet terug horen. Ja. En houden als vrouw uit ook. Toen ben ik niet verder gekomen als de grens. Ja, wat meerdere, hè? Dat was het Chinese accident, was dat wel niet? Nee, ik kreeg eerst geen vrij van mijn werk. Dat had ik ontslag genomen. Ben ik met de trein gegaan. En ik had de belangrijkste vergeten mijn paspoort. Dus ik ben er bij de grens weer uitgegroeid. Ja, dat zijn toch de mooiste dingen? Nee, maar ik was er wel bij in Arnhem. Dat was ook wel... Tegen Haasvouw, ja. Dat is eigenlijk op zich een ene kant hoogtepunt, de andere kant weer een dieptepunt geweest. Hè? En op het veld vond ik toch steeds de eerste beker die begon. De eerste beker die begon. 6-6-5-8. Dag meneer de voorzitter. Teun. Dag Ad. Dag. Dag Mike. Ja. Hij heeft nu zelf de camera uit de hand genomen. Nou, dat wordt een heavy gesprek, hoor. Ja. Tjonge. Maar zeg het eens. Wat vind jij ervan? Ik vond het een geslaagde dag. Jij vond het een geslaagde dag? Ja, jij niet? Jawel. Oh, nee, okay. Super geslaagd. Ik ben sowieso super trots. Ja. Super trots op het boek, op alles. De jongens dat ze het gedaan hebben, ik vind het echt geweldig. Ja. Ik vind het echt geweldig. En nou willen wij eigenlijk weten, want net heb Schaapje de rest gedaan. En toen zei tegen mij van, doe jij dan maar Teun maar. Willen wij echt weten, wat zijn jouw ervaringen? Weet je hoe dat komt? Ik heb Schaap ooit rustig gekregen tegen Feyenoord. Oh. Toen brak de pleuris uit. Toen zeg ik, Schaap, je kan er naartoe gaan. Maar weer een stadionverbod. Blijf nou gewoon rustig naar Steuntje zitten. En toen bleef hij zitten. Dus die denkt, daar ga ik geen interview mee doen. Hier als laatste dan, Mikey. Ja? Ik ben een rondje langs de velden gegaan. En een paar die branden los. Maar dan weet je wel, dat zijn de mensen die altijd wat zeggen. Ja. En de rest die klapt dicht, maar... Denk als je, maar jij hebt er wel wat uitgekregen, toch? Ja, toch wel wat, heel leuk. Maar ik denk als het druk was geweest, iedereen had 10 barcodes op, hè, dan... Maar ja... Dan loopt het allemaal wat soepel, hè? Loopt het soepel.